sterrenkijker. Kom op, jongens! In de magiers en monsterstand. Wauw, daar gaat hij! Eruit! Wat gebeurt er? Oh nee! Oh nee! Niets aan de hand. Presto! Leerlingen, hier naartoe. Ja! De tovermeester, help! Er is geen weg terug uit de wereld van de magiërs en monsters. Inderdaad. Wat een toeval dat op dezelfde dag dat de vrouw de snijder zichtbaar is. De enige die volgens de voorspelling het eind aan de regering kan maken, ontsnapt uit jouw kerkers. Je moet hem voor middernacht weer gevangen nemen. De voorspelling mag niet uitkomen en jij zult me helpen. Niet waar, mijn koning. Dank je, kleine Juni. En jij, Presto, bedankt voor je magische hulp. Dat elektrische scheerapparaat is een schitterende uitvinding. Het is echt fantastisch. Graag gedaan, hoor. Hoe heet die ook alweer? Ik ben Koza. En wie ben jij ook alweer? Diana. Waaruit zei je dat je ontsnapt was? De stad Tora. De boze koningin had me opgesloten, 10 jaar geleden. Maar het is goed om weer de zon te zien. En mensen zoals jullie. Heb jij 10 jaar in de gevangenis gezeten? Waarom? Heb je de bank beroofd? Natuurlijk niet. Het is wat ik vannacht kan doen. Daar is de koningin bang voor. Zie je? Het is een heel lang verhaal. Maar wel een verhaal dat je moet vertellen, Koza. Tovermeester! Hé, het is oké. Het is oké. Hij is aan onze kant. Ja, tovermeester weet alles. Nou, niet zo overdrijven. Bedankt voor het compliment. Maar de cavalier heeft gelijk. Ik weet niet alles. Maar ik weet dat 100.000 mensen in angst leven. Hopende dat ze vannacht bevrijd worden. Jij kent ze, nietwaar, jongeman? Jazeker. Het volk van Tora. En hun enige hoop is dat na jaren vannacht de voorspelling uit zal komen. Welke voorspelling? Een legende, 1000 jaren oud. De nacht van de vallende ster zal het kind van een sterrenkijker komen uit een heel ver land. Hij zal staan in de tempel van licht. Het kwaad zal verdreven worden en het kind zal naar huis reizen. Wat moet dat allemaal betekenen, tovermeester? Vraag het kind van een sterrenkijker. En help het kind te doen wat hij moet doen. En jullie zullen de weg naar huis vinden. Eindelijk naar huis. Wie is dit kind van een sterrenkijker? Ik ben het. Ik ben geboren in een land ver weg. Mijn vader was een sterrenwiggelaar, een sterrenkijker.
Toen ik 8 jaar was, ontdekte koningin Siritat en werd ik door haar soldaten gevangen genomen. Wat een rotstreek! Nou, laten we je terugbrengen en de stad redden. Nee, Sheila. Jullie zouden in groot gevaar komen. Hé, hey, wij zijn die lui die boze koninginnen nog voor het ontbijt in de pan hakken. Kom meer! We weten heus wel wat we doen. Ah! Tovermeester, wat zijn dat voor knapen? Waar is die nou gebleven? Hier blijven. Nee, ze moeten mij hebben. Hier ben ik niet blij mee. Abrakazam, ik bedoel alakadabra. Oh, geef me nou toch wat. Iets. Nee, oh, ik begrijp het. Haar, pak dat. Diana! Kom, zeg ik uit! Goed gevangen. Hé, hey, erg knap van je. Ik? Nee, jij was schitterend. Nah. Hé, hey, Kozar, laat je niet beduvelen. Diana is in onze wereld een atletiekkampioene. Al 2 jaar lang. Ja, ze heeft genoeg gouden medailles om een eigen bank te beginnen. Die jij dan weer kunt beroven. Erik! Hé, hey, jongens, kijk! Je hoeft niet te raden waar ze naartoe gaan. De stad Torra. Om verslag uit te brengen aan koningin Sirit, ze moeten mij hebben. Niet jullie. Ik moet alleen terug. Wacht, Henk, Erik, waar gaan jullie naartoe? Wat denk je? Alsjeblieft, nee! Hé, Kozar, niet zo bang. Het is simpel. We gaan naar jouw stad, jij gaat in de tempel van het licht staan, je redt je volk en wij gaan naar huis. Precies zoals de tovermeester zei, makkelijk zat. Ja, de koningin zal dankbaar zijn dat we het kwaad verdreven hebben. Makkelijk zat. Nee, koningin Sirit is het kwaad. Niet makkelijk zat. Jullie idioten! Het duurt nog maar een paar uur tot de volgende ster en jullie hebben gefaald. Jullie verdienen straf. Vader, u hebt uw leven al geriskeerd door Kozar te laten ontsnappen. Ik weet zeker dat hij wel in de stad kan komen, maar dat helpt niets als hij de tempel niet in kan. We zullen de tempel open doen, maar niet zo. Droga, je moet wachten. Ons volk heeft 1000 jaar op deze nacht gewacht en ik mag niets doen. Droga, nee! Op die manier kan de tempel niet geopend worden, Droga. Sirits magie houdt hem gesloten. Maar er is een andere manier. Hoe ver is het tot die stad? En zijn we nog wel op tijd? Kozar zei dat het ergens achter die heuvels is. Misschien nog een paar uur of zo. Het lukt wel. Hé, hey, waar is Kozar eigenlijk? Achter ons, met Diana. Verliefd. En waar is Juni? Achter ons, met Kozar. Verliefd. Machines die vliegen, waar mensen in zitten? Ongelooflijk. Diana, jouw wereld is heel vreemd. Nee, die is normaal. Deze wereld is vreemd. Natuurlijk kan het hier ook mooi zijn, soms. Zoals nu. Oh, nee. Hier. Juni. Hé, hey, erg knap van je. Juni. Erik, waar is ze? Spijtig, ouwe jongen. Je moet er maar aan wennen. Ze is verliefd op een ander. Dat is niet waar! Sorry, Ukkie. Het kan bij iedereen gebeuren. Wat? Wie noem jij Ukkie? Ah, het is alleen bij wijze van spreken. Let een beetje op je bij wijze van spreken. Nou, oké, het spijt me. Nog een paar uur tot de vallende ster.
zodat ik al 1000 jaar de baas ben. Denken idioten mij te kunnen verslaan door een kind. Koosaar is daar ergens buiten. Ik wacht niet tot hij hier komt. Ik breng hem hier, nu. Koosaar, wat is er aan de hand? Heb je wel eens het gevoel dat er iets gaat gebeuren? Iets. Ik weet niet wat. Maak je geen zorgen, Koosaar. Je bent toch onder vrienden? En weet je, we lijken ook nog op elkaar. Ja? Ja. We komen allebei ergens anders vandaan. Jij uit een ander land en ik uit een andere wereld. Dat is waar. En dat niet alleen, maar jouw vader was een sterrenwiggelaar en mijn vader is een... Mag ik wat zeggen? Zoek dekking! Sheila, ik weet het niet. Koosaar, alles goed? Waar zijn we? Hè? Oh nee, dit is Sirits werkkamer. 2 stuks? De spreuk was bedoeld voor het kind van de sterrenkijker. Maakt niet uit, ik heb je. Hebben is 1 ding, houden is de kunst. Kom mee, Koosaar. Stop! Spring! Ben je gek? Wat beter, hou vast! Zware oefening, zeg. Nee hoor, ik doe zoiets elke dag. En dinsdags 2 keer. Werkelijk? Nee, gekkie. Ik maakte een grapje. Nou, waar is de tempel van het licht? Kom mee, hier langs. Dwazen, jullie komen nooit bij de tempel van het licht. Nooit! Wat is dit? Koninginnedag? Je verkwist je tijd, zelfs als Diana en Koosaar de pijlen zien. En die zien ze niet. En terug zijn, dat kunnen ze niet. We moeten naar die stad, want daar zijn ze. Oh ja? En waar wil je daar dan wel gaan zoeken, Erik? Koosaar is de enige die daar de weg weet. Misschien kunnen we hier de weg op vinden. Nee, idioot. Dat is de kaart van Voerendaal. We zijn verdwaald en hij komt met de kaart van... Er zit beter spul in een lege melkfles dan in die stomme muts van hem. Oké, meneer Eigenwijs. Heb jij een beter idee? Ja, we moeten... Val mij niet lastig, vraagt hem. Tovermeester. Tjonge, wat een toestanden. Alsjeblieft, tovermeester. Deze keer geen raadsels. Diana en Koosaar zijn in moeilijkheden. We moeten ze vinden. En snel ook. Want het is bijna tijd voor de vallende ster. Als de ster valt, moet Koosaar in het centrum staan van de Tempel van Licht. Anders zal koningin Sirit opnieuw 1000 jaar regeren. Jullie vrienden zijn in de stad Torra. Och, wat een schokkend nieuws. Maar dat wisten we zelf ook wel. Maar hoe komen we in die stad? Volg de eerste ster die opkomt en je zult de stad Torra vinden. Maar voorzichtig, een van jullie moet kiezen tussen zijn huis... en zijn hart. Hey jongens, kijk daar eens. Tovermeester, wat moeten we doen als we... Hij is weer weg. We doen wat hij zei. Volg de ster. Gelukkig, ze hebben ons niet gezien. Wat nu? Hoeveel tijd is er nou nog tot die vallende ster? Weinig. De Tempel van Licht is niet ver.
Maar eerst moet jij de stad uit. Ik ga alleen. Geen sprake van. Ik blijf bij je. Luister, Diana. Ik ken je nog geen dag. Maar, en dat meen ik, ik ben bezorgd om je. Meer dan ik kan zeggen. Ik ook. Dus ga je niet alleen. Maar Sire, het laat de tempel bewaken. Het is een duivel, Diana. Ze komt niet van deze wereld. Ze moet mij vernietigen, anders komt de voorspelling uit en... Ik wil niet dat jij in de buurt bent als zij het wint. Daarom ga ik mee. Weet je de voorspelling nog? Het kind van een sterrenkijker uit een heel ver land zal in de tempel van het licht staan. Dat ben jij toch? Ja. Maar ik ook. Wat? Ik kom van een land dat veel verder weg ligt. En mijn vader is sterrenkundige. Ik ben eigenlijk ook het kind van een sterrenkijker. Is dit misschien een van die grapjes die ik niet begrijp? Geen grapje. Eén van ons tweeën moet de tempel in. Nou, hoe doen we het? Misschien kan ik helpen. Het is goed. Hij is een vriend. Ik wist wel dat je zou komen. Van vader weet ik een geheime weg naar de tempel van licht. Snel. Kijk! Het is zover. De vallende ster. Waar zijn ze? Hierin, vlug! Ik begrijp niet hoe jij die wachtpost wilde afleiden door een konijn uit je muts te toveren. Dan niet! Had jij dan wel eens eerder konijnen van 2 meter gezien? Hou op met dat geleuter! We moeten de tempel van licht vinden voordat ze ons ontdekken! Niet kijken! Maar volgens mij staan we ervoor! Wat bedoel je met niet kijken? Jullie zijn de vriendjes van het kind van de sterrenkijker. En jullie zullen zijn monteur. Verspreiden! Ik moet mijn hoofd eens laten nakijken, want ik doe altijd maar mee. Daar gaat ie! Houd je tegen! Idioot, je hebt je einde bereikt. Goed zo, snel. Daar is het. Help! Kom terug! Nee! Altijd en altijd. Gozer! Denk er niet om te meten verslaan. Dat zullen we nog wel eens zien. Kijk! Diana, nee! Ik ben het kind van een sterrenkijker. Laat de voorspelling uitkomen. Tussen huis en hart. Als we naar huis gaan, zal die het niet overleven. Jij bent het, Diana. Jij moet kiezen. Wees niet bang, mijn liefste. Jij bent mijn leven.
Hoeveel sterren er ook zullen vallen, jij zult in mijn hart zijn voor eeuwig. Laat de voorspelling uitkomen. Nee! Dank je, mijn kind. Mijn volk is vrij. Je hebt meer gedaan dan je ooit zult weten. Maar ik ben hem kwijt. Ik heb Kozar verloren. Helemaal niet, mijn kind. Je kende hem al lang, lang, lang geleden. En je zult hem altijd kennen. Wat bedoelt u? Waar is Kozar naartoe? Naar een plaats bij de sterren. Een plaats die je niet kunt begrijpen. Hij is naar huis. Maar hij zal aan je denken. En later zul je hem weer ontmoeten. Diana, ja? Hoor je mij? Hoor je wat je gedaan hebt? Luister, Diana. Luister naar de stad die je bevrijd hebt.